Ik vind het onderwerp belangrijk en dat er ook over gepraat wordt. En ja, dat vind ik gewoon fijn, zeg maar. Dat het iedereen weet, zeg maar, dat het als je zeg maar een LBTQ zegt, dat ze denken, oh ja, dat is met homo, lesbisch, biseksueel. Dat ze denken, oh ja, wat is het nou? Ik heb twee moeders. En toen vroeg ik een keer aan de juf of ik een keer een presentatie van mocht maken. Dat mocht ik ook, gelukkig. En dat vond ik ook vooral heel fijn, want dan weten die kinderen nu dit jaar ook allemaal wat het is. En als ze gewoon een vraag hebben, dan kan ik gewoon meteen ook beantwoorden. Dat vind ik wel heel fijn. Ik mocht zeg maar ook iemand vragen of die meedeed. En bij de helft van de klas die vroeg ik om, mag ik meehelpen, mag ik meehelpen? Maar ik wou het toch ook zelf doen. Want het was zeg maar, ik wou ook heel veel dingen zelf even laten zien. Die dan ook best belangrijk zijn. Er waren vragen over, zeg maar, over wat nou precies als ging voorstellen. Dus bijvoorbeeld de regenboogvlag. En waarom? Waarom zeg nou per se de regenboogvlag is. En of ik nog een keer LGBTQ kon uitleggen. En heel veel kinderen uit de landen mogen ook helemaal niet lesbisch zijn of homo zijn. Maar ik vond het nog steeds belangrijk om het te zeggen dat ze wel wisten wat het was. Dat ze bij anderen het wel konden zien. Ook al mocht het gewoon niet in hun hand, het is meer nog steeds, het is ja, belangrijk. Ik vond alle vragen prima. Over één vraag moest ik wel heel veel nadenken. En toen vroeg iemand, ben jij zelf ook lesbisch? Toen dacht ik, dat weet ik zelf nog helemaal niet. Want ik heb speciaal niet echt iemand waarvan ik denk, oh, die vind ik echt helemaal leuk. Of iemand anders. Dus gewoon, bij mij moeten we nog even gaan kijken wat ik nou vind.